Mijn naam is Mark Schiens, ik ben dierenarts en ik werk bij MSD Animal Health in de Benelux als Veterinary Scientific Liaison. Normaal gesproken begint mijn werkdag vaak in mijn thuiswerkplek, want ik werk voornamelijk vanuit thuis sinds de coronacrisis. En ik ga jullie deze week meenemen in de werkzaamheden die ik doe. Ons kantoor is gevestigd in Boxmeer, zoals je hier op de beelden ziet. Niet alleen het kantoor van de verkooporganisatie, maar ook een grote productiefaciliteit voor het maken van medicijnen en een groot stuk voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Voordat ik jullie verder ga meenemen over de site en vertellen wat daar allemaal te zien is, ga ik eerst vertellen hoe je eigenlijk een vaccin maakt. Het maken van een vaccin is daardoor een gecompliceerd proces en wordt uitgevoerd door een groep specialisten van verschillende disciplines, zoals Research and Development of R&D, productie, kwaliteit, registratie en marketing. Teamwork op topniveau. Mijn rol in de organisatie is na de productie ervoor te zorgen dat samen met ons team de producten worden verkocht en ondersteund in het veld. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat ik samen met onze marketingafdeling zorg dat de technische inhoud van onze brochures, folders, websites, vlogs, stukjes in bij kennispartners, etc. kloppen. En samen met onze commerciële mensen zorg dat de dierenartsen in de praktijk van goed advies worden voorzien. Daarnaast hebben wij als dierenartsen een belangrijke rol in het doorgeven van bijwerkingen van onze producten. En proberen wij dierenartsen te helpen om goed in beeld te brengen wat er aan de hand is op die bedrijven. Naast vaccins hebben wij nog hormonen, ontwormingsmiddelen, pijnstillers, maar sinds kort ook steeds meer technologische oplossingen voor identificatie, track en trace en gezondheid en welzijn voor dieren. Dit is een collectie van de merken die wij allemaal vermarkten. Deze week neem ik jullie mee in mijn werkweek en ik ben deze week begonnen in Antwerpen voor een teamoverleg. Ik zei al dat wij werken in een Benelux-team, dus vandaar dat iedereen uit de hele Benelux bij elkaar komt in België. Zoals ik net al vertelde, zijn mijn collega's en ik vooral druk met het adviseren en helpen van varkenshouders en dierenartsen over onze producten. Vandaar ook dat ik regelmatig korte filmpjes en video's opneem om onze varkenshouders te laten zien wat ze moeten doen en in dit geval ging het over hoe ze vaccins moeten bewaren op het bedrijf. Want deze normaal gesproken een grote kostenpost zijn op het bedrijf. Op dinsdag ben ik samen met een collega mestmonsters gaan verzamelen op een probleembedrijf waar je hier een foto van ziet. En op woensdagochtend voordat ik aan de slag kon op de faculteit in mijn nette pak, was ik ook nog even op de tolakker voor een ander onderzoek. Vandaag ben ik op de faculteit. Terug naar de roots en voor de innovatiebeurs van de veefokkers. Want ook dat is onderdeel van mijn takenpakket bij MSD, dat we op allerlei gelegenheden tekst en uitleg geven over onze producten, materialen en alles wat we verkopen. Ik houd me samen met mijn collega's natuurlijk ook bezig met hoe richten we de stand in, wat hebben we nodig en hoe brengen we dat aan de man. Een andere vraag is, wat voor bedrijven kom je dan? Meestal kom ik op bedrijven als het bedrijfsdierenarts een probleem heeft. Zo zag je hier een big met een dikke poot en uiteindelijk kunnen we dan met behulp van een CT-scan en pathologie de juiste diagnose stellen. En maken we daar een poster van voor op een congres.
Een ander voorbeeld waar ik bij betrokken was, was om samen met een dierenarts uit de praktijk na te denken over hoe krijgen we dit bedrijf piersvrij. De reden dat de dierenarts en varkenshouder bij mij terechtkomen is omdat wij veel kennis en kunde hebben opgedaan op veel bedrijven met PRS. Zeker nu er landelijk veel aandacht is voor het vrijmaken van varkensbedrijven voor PRS, zoeken bedrijfsdierenartsen en varkenshouders steeds meer expertise om toch hun bedrijf succesvol piersvrij te maken. Dus wij helpen die varkenshouders en dierenarts in ondersteuning qua kennis, kunde en ook met de diagnostiek. Op donderdag ben ik altijd thuis voor de kinderen om verder te gaan met mijn week waarin ik jullie zou meenemen. En op vrijdag ben ik samen met een collega bezig geweest met onze e-learning. Samen met dierenarts uit de praktijk hebben wij een studieclub opgezet over PRS. En daarvoor maken wij voorbereidende e-learnings. De eerste ging over wat is de ziekte en hoe verspreidt de ziekte zich. En de tweede gaat over biosecurity. En daar hebben wij samen over overlegd. Nou, dat was een kijkje in de werkweek van mij als dierenarts bij MSD. Mocht er nog vragen zijn of opmerkingen, kunnen jullie altijd kijken op onze website of contact met mij opnemen.